Aan tafel nu Marlène van Ganzenwinkel uit Hilvarenbeek. Vrijdag stond ze in de regen voor haar ouderlijk huis in Hilvarenbeek om gehuldigd te worden als koningin van de Paralympische Spelen in Tokio, waar ze 2 gouden en 1 bronzen medaille veroverde. Ja, het was jammer dat het regende. Ja, ja, ik ben Nederlands, dus ik ben regen gewend. Ja. Hoe was dat om in je eigen woonplaats of geboorteplaats waar je opgegroeid bent, om daar gehuldigd te worden? Ja, onwijs leuk. De hele buurt was er zo ongeveer. En ja, het is gewoon leuk, nou, zeker na zo'n lange tijd, ook niet zo heel veel thuis zijn geweest, om even met de familie, vrienden en de buurt nou ja, te vieren. Want zij hebben ook altijd nou ja, ook mij in de buurt zien rondrennen en springen en spelen. Dus, ja, ja. Oh, je rende vroeger al? Ja, gewoon tickets en zo natuurlijk. Oh, ja. Ja. Ja, ik deed gewoon mee met de andere kids. Dus, ja, dat zei je ook, hè, in de toespraak die je daar hield. In de regen met een parapluutje boven je hoofd. Vertelde je over jouw jeugd in Hilvarenbeek dat het eigenlijk zo ongecompliceerd was? Ja, ja. Ondanks jouw handicap. Ja. Je bent geboren met een linkerarm. Onderarm nou ja, miste je. Defect noemen ze dat. Nou ja, je kunt ook een amputatie noemen. Er is nooit wat afgehaald. Maar in principe noem je het een soort amputatie. En dat is hetzelfde geldt voor mijn been. Ja, onderbeen, linker onderbeen en linker onderarm. En toch, dat heeft jouw jeugd niet heel erg bepaald? Nou, niet zover ik door heb gehad in ieder geval. Ik denk dat mijn ouders daar veel in hebben gedaan. Maar ja, naar mijn idee heb ik eigenlijk altijd alles gewoon mee kunnen doen. Soms met kleine aanpassingjes. Maar ja, naar mijn idee, ik heb me ook in mijn hele jeugd niet gehandicapt gevoeld. Dat is mooi, zeg. Zeker. Ja, fijne jeugd gehad in Hilvarenbeek. Ja, 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 echt prima. Ja, ja, ja. En nou, dat leidt allemaal tot mooie prestaties in elk geval. Dat hebben we kunnen zien hier thuis, terwijl jij in Tokio bezig was. Heb je al veel beelden teruggekeken eigenlijk? Ja, ik heb wel de races teruggekeken. Maar ja, nu echt al een paar keer, maar het blijft een soort van onwerkelijk. Nou, daar gaan we dan weer. Onwerkelijk. And away they go, and Van Ganzenwinkel and Ben Suzanne get out really quickly. Suzanne, but out in front, it's Van Ganzenwinkel. Can she hold on? Marlene Van Ganzenwinkel gets in a new Paralympic record for the T64 category. Ben Suzanne. Daar krijg je toch geen genoeg van? Nee, het blijft leuk om te zien inderdaad. Ja. Hoe kwam het nou dat het zo goed ging in Tokio? Nou, ik heb best wel een goede voorbereiding gehad met mijn coach samen, waarbij we wisten dat als ik niet geblesseerd raak, dat het eigenlijk wel dat ik in ieder geval goed zou staan. En ik voelde ook wel dat het goed ging. En je liep tijden waarvan je dacht, nou, ik zit bovenin. Ja, ja, dat liep ik al het hele seizoen een beetje bovenin, dus dat wist ik wel. En ik stond ook echt wel aan de start met het idee dat ik echt wel kans maakte. Maar ja, ja, ik voelde me daar ook gewoon goed. En ik zat lekker in mijn vel ook vooral. En ik voelde me fit. Dus ja, dan. En hoe kwam het dat je lekker in je vel zat? Nou, daar heb ik best wel veel aan gewerkt de afgelopen jaren. Om te zorgen dat ik op dit moment de vertrouwen erin heb. En door goed te kunnen trainen. En dus in dat zorgen dat je niet geblesseerd raakt. En ook een soort mentale training eigenlijk. Want daar komt ook veel op aan, hè? Ja, een beetje wel. Gewoon proberen dus op jezelf te vertrouwen. En op mijn coach te vertrouwen dat alles goed goed in zijn banen leiden. Mm-hmm. En ja, dat heb ik echt wel moeten leren ook de afgelopen jaren. En dat heeft ook gewoon tijd nodig om dat te leren. Ja, je hebt gekampt met een burn-out. Of meerdere zelfs, geloof ik. Hè? Met best wel naslepen, moeite om daar weer uit te komen. En dat had ook te maken met je sport? Stress, sport, burn-out, was dat het of niet? Nou, deels wel. Ik ben ook student naast mijn sport. En ik verwachtte op alle vlakken van mij dat het perfect zou zijn. En als jij zoveel traint en ook daarnaast aan school doet, dan het is al ingewikkeld als je dat niet doet. Maar als je dat allemaal doet, dan wordt het echt wel ingewikkeld om alles perfect te doen. En ik zag eigenlijk alles wat niet perfect was als een soort van failure. En daardoor raakte ik steeds gestresster dat het beter moest. En dat heeft me uiteindelijk soort van in een neerwaartse spiraal gebracht en daardoor ook in een burn-out. Ja, ja. En dan merk je dat ook in je sport, dat je dan gaat het niet meer op de een of andere manier.
Kon je sporten toen je een burn-out had? Ja, ik deed het nog wel, want ik denk dat ik al een paar weken een burn-out had voordat ik naar het WK ging. Ik heb ook nog het WK gedaan. Maar je merkt gewoon dat je lichaam niet meer herstelt en je merkt dat je moeite hebt om uit je bed te komen. En op zo'n moment, je wil heel graag, maar op een of andere manier gaat het gewoon niet. Mm. Hoe heb je die stress eronder gekregen? Ben je erin geslaagd om die lat wat minder hoog te leggen? Nou, heb ik even lange tijd vrijgenomen, twee maanden. Om even helemaal een soort van bij te komen, mijn lijf de rust te geven en mijn hersenen de rust te geven en aan bepaalde aspecten te werken. Ik heb ervoor gekozen om samen te gaan wonen met mijn vriend, waardoor ik nog maar één locatie heb waar ik sliep en daar ook mijn allemaal spullen waren. Want dat scheelt al een hoop. En ik ben met een psycholoog aan de slag gegaan om te kijken waar komt dat nou vandaan? Hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen? En toen kwam die hoge lat. Het is eigenlijk wel paradoxaal. Je legde de lat hoog, nou doe je dat niet meer en nou haal je goud. Ja, ja. Dat is eigenlijk wel gek, hè? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ook tevreden zijn met jezelf en daardoor ook lekker in jezelf zitten ook heel belangrijk is voor je prestaties. En? Dat je daardoor beter gaat presteren. En je bent gaan kleuren. Ja, klopt. Ja. Ken je dat, vrouwtje? Kleuren? Ik kleur niet, maar ik haak en ik denk dat er een parallel is. Ja, denk ik. Wat doet dat haken voor jou dan? Het zorgt dat je kunt focussen op één ding en en de rest, de ruis verdwijnt. Want dat kleuren, je krijgt hoe werkt ook nog resultaat. Ja, nou, wat met kleuren, dat heb ik eigenlijk pas vlak voor de Spelen mee begonnen. Want ik wist dat we mochten niet zoveel in Japan. Dus ik dacht, ik moet dingen meenemen die ervoor zorgen dat ik me kan vermaken. Dat ik me niet ga vervelen, dat ik niet te veel ga nadenken. Want overthinking is een bekend probleem bij mij. Dus daar moet ik dan wat mee doen. Overthinking, ja. Te veel denken. Ja, dat je over alles te veel nadenkt. Dus je overal problemen in gaat zien, allemaal dat soort dingen. Oh, ja. Dus ik had, ik dacht, kleur op nummer, heb je dat met verven? Ik denk, oh, dat is leuk, weet je wel. Dat lijkt me wel ontspannend. En verf meenemen, dat is natuurlijk niet zo heel handig. Dus ik had gewoon online een boek met kleuren voor volwassenen. En dat waren dan allemaal kleurplaten met hexagons of driehoeken of rondjes. En in die rondjes of hexagons staan dan gewoon getallen. En bij die getallen horen dan een kleur. En die moest je gewoon invullen, inkleuren. En soms had je 12 kleuren en pas na 8, 9 kleuren wist je wat het ging worden. Ah, ja. Ja. Heerlijk, ja, lijkt heerlijk. Het lijkt me eigenlijk hartstikke leuk. Ja, ik merkte echt dat de ruis inderdaad gewoon even weg, maar ook de spanning. Dus tussen mijn 100-200 meter finale en 200 series heb ik gewoon een uurtje zitten kleuren om even de spanning uit mijn lijf en heel even een soort rust te creëren in mij. Waardoor ik daarna weer door kon. Je hebt eigenlijk gewoon een soort tussen het hardlopen door zitten kleuren. Ja, eigenlijk een soort meditatie. Alleen ik heb gewoon zelf mediteren geprobeerd. Dat werkte niet zo voor mij. Maar ik denk dat het effect een beetje hetzelfde is. Ja, het is wel mooi om te zien. Want die 200 meter had je eigenlijk van jezelf niet eens verwacht, hè? Nee, ik ben eigenlijk bijna nooit een 200 meter. Ik heb ook in mijn leven voor deze wedstrijd dan één echt goede 200 meter gelopen, denk ik. Maar ik heb het vermogen of de gift om op toernooien iets extra's te hebben. Ja, en dat voelde ik nu is die 200 meter te lang voor jou? Ja, eigenlijk wel. Dat was nu ook wel, maar dat voelde ik gewoon minder. Daar kon ik soort van doorheen. Ja. En dat kan ik eigenlijk meestal niet. Maar ik heb op het toernooi dus altijd net even iets extra's waardoor me dat soms wel lukt. Ja. En dat is echt wel een heel bijzonder gevoel ook. Ja. Dan voel je je echt on top of the world, voor de wedstrijd al. Dat zijn de hoogtepunten, hè? Ja, je voelt je echt niet te verslaan. Nou ja, en bij dat heb ik dan ook het gevoel, weet je, als je me dan verslaat, nou weet je, chapeau. Weet je? Dan krijg je een hand van me, dan heb je het gewoon echt supergoed gedaan. Maar ik ga het niet makkelijk maken. Ik dacht echt balls out, volle bak. Is dat eigenlijk de beloning van sporten? Waar je het nu over hebt? Ja, die vleugels af en toe? Ja, die vleugels af en toe, maar nog belangrijker misschien wel dan gehuldigd worden en medailles? Ja, dat zijn mooie extraatjes. Maar ik vind vooral atletiek gewoon onwijs leuk. En de trainingen ook onwijs leuk. En dit soort beloningen, dat zijn de kersen op de taart. Hoe ben jij er eigenlijk op gekomen om te gaan hardlopen? Nou, dat is wel grappig. Ik deed eigenlijk aan voetbal bij de lokale vereniging. En er was een Paralympische talentendag. En ik dacht, nou weet je, dagje niet naar school had ik even. Ik was 17, dus ik denk, nou weet je, even een dagje sporten, weet je, prima. En daar heb ik eigenlijk mijn coach ook leren kennen. En ook atletiek. Op die dag zelf hadden we niet atletiek gedaan, want het regende heel hard. En dus we hebben binnen op een gang wat oefeningen zitten doen. Maar op een of andere manier sprak de manier dat ze dingen deden heel erg aan mij aan. En ik weet niet, ik had er gewoon een heel goed gevoel bij. En toen ben ik uitgenodigd voor de
vervolgtraining, een maand later. En toen deed ik voor het eerst atletiek en toen wist ik gelijk, dit wil ik doen. Dit is zo, past zo goed bij mij. En wat was dat dan? Waarom past dat zo goed bij je? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik ben wel iemand die heel erg explosief is en heel erg... Nou ja, dat zag je ook net in een filmpje, dat is lukt dat ik echt... En dat kon ik niet zo kwijt in het voetbal. Ik vond eigenlijk ook het inlopen en zo, dat was allemaal veel te lang. Dat hield ik helemaal niet van. En ik weet niet, ik was gewoon in één klap verliefd op de sport. Ja, gewoon 100 meter alles. Ja, en toen deden we niet eens 100 meter. Toen deden we, ik denk, 20 meter met... En dan moest je de ene keer op je buik gaan liggen. En de andere keer moest je op je knieën gaan zitten. En dan wie het eerst bij dat... En dat vond ik zo leuk en het voelde zo goed bij mij. Gewoon bij mij als persoon, dat ik dacht, ja, dit moet ik gaan doen. Want sport is er voor jou altijd geweest eigenlijk? Ja, ik heb denk ik vanaf mijn derde altijd gesport. Want je zou kunnen, want je zei net al, ik heb me nooit gehandicapt gevoeld. Dus ging je ook gewoon sporten? Ja, ik ging ook vroeger sporten. Vroeger gingen mensen die gehandicapt waren niet sporten. Nee, ik voel me niet gehandicapt. Dus ik ging gewoon lekker, ik heb zwemles gewoon gehad met de lokale vereniging. Ik heb ook gezwommen op de lokale vereniging. Ik heb gedanst, ik heb gevoetbald. Ik heb van alles met school uitgeprobeerd. Ja. Ik zag nooit een probleem om het niet te doen. Dus. Ja. En, ja, nou, wat ik al zei, met succes. En dan sta je dus opeens van de week bij de koning op het bordes. En die beelden willen we toch nog even zien. Moet je kijken, daar staat ze. Ja. Je staat ook vlak bij de koning. Volgens mij wisselen jullie zelfs wat woorden. Sorry? Hij zegt iets tegen je. Ja, klopt. Wat zei hij? Ja, dat weet ik niet meer. Zegt de koning iets tegen je, vergeet je wat hij zei? Ja, ik heb daarvoor ook al een heel gesprek met de koning gehad. Dus... Was het gezellig? Ja, het was heel gezellig. Ja, een hele aardige man. Kregen jullie koffie? Wijn en bier. Oh ja? En bitterballen, ja. Nee, er was een heel dienblad met allerlei soorten drankjes. Dus je kon ook koffie drinken. Maar wij kozen ervoor om een glaasje wijn met de koning te drinken. En toegesproken door Mark Rutte. Ja, en ook dat. De minister van, of de staatssecretaris van Sport. Ja, hè? Zeker. Dus je hebt een leuke week achter de rug. Ja, het was echt heel... Ik heb echt een hele leuke dag gehad met de koning. Ja. En ook een soort live show met Rutte, waar ik ook geridderd werd. Echt onwijs leuk gedaan. Ik heb er ook echt van genoten. Oh ja, je hebt ook die koninklijke onderscheiding nog. Ja, hè? Ook dat nog. En s'avonds hadden we een soort show met Humberto Tan. En met ook alle andere niet-medaillewinnaars waren daar. En het was gewoon superleuk om zo met z'n allen eigenlijk het succes van Tokio te vieren. En nou ben je beroemd? Nou, ik zeg altijd, ik ben een BB'er. Bekende Brabander. Precies. En dat wordt na vandaag alleen nog maar erger. Wat ga je doen nu? Ik heb nog wat allemaal leuke dingetjes eigenlijk de komende weken die ik ga doen. Dus ik ga nog naar een voetbalwedstrijd. En ik denk dat ik nog een aantal leuke dingen met mijn vrienden ga doen. En dan in oktober ga ik lekker 2 weken een roadtrip doen door Noorwegen met mijn vriend. Ah, kijk. En dan in november ga ik weer beginnen met trainen. En dan ik kijk er nu al naar uit. Over 3 jaar al, hè? Ja, over 3 jaar al. Parijs. Zeker. We gaan jou zien daar. Dankjewel.